Vandaag in Welkom aan Boord traint gezagvoerder Raymond in de simulator de complexe landing op Innsbruck. Worstelt de nieuwe lichting cabinepersoneel met de demonstratie van de veiligheidsprocedures. Oké, take 25? Nee. En lopen de gemoederen hoog op als blijkt dat een vlucht overboekt is. If they don't let us now to fly, I am going to really go into the court. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know, about to see, the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited. Het is vandaag een speciale dag voor kerstverse purser Tim. Hij gaat naar Barcelona met stewardess Nanda. En laat dat nou ook net Tims vriendin zijn. Het is heel bijzonder dat wij vandaag samen vliegen. We vliegen nu allebei 8 jaar. We hebben al zeker 5 jaar niet samen gevlogen. Nee, 2012 was de laatste keer. Dus ik ben benieuwd. Ik ben bang dat ze gekke dingen gaat doen of zo. Ik? Jij? Ik weet niet meer zo goed hoe jij aan boord bent. Aan boord bent, nee. Vind ik ook een beetje raar. Maar thuis weet ik natuurlijk hoe hij is. En daar denk ik, is hij aan boord wel heel raar? Of doet hij heel anders? Maar dat denk ik niet. Tim is nu ook voor het eerst Nanda's leidinggevende. Thuis heb ik een beetje broek aan, denk ik. Ik zeg niet. Als ik nu praat, dan slaap ik vanavond op de bank. Op het bemanningscentrum brieft Tim als purser, dus hoofd van het cabinepersoneel, zijn collega's. Vanessa, wil jij voor mij nummer 2 zijn vandaag? Zeker. Ja? Wil jij achter mij staan? Nanda en ik, jij weet het wel, ja, dat weet ik niet. Wij zijn een setje. Okay, dus ja, dit is voor het eerst. Hey, dit is voor het eerst dat wij samen aan de trolley kunnen zitten en naast elkaar. Dan zet ik Nanda bij mij voor nu. Ja, is goed. Dan zijn wij nummer 4. Terwijl Tim en zijn crew naar het toestel gaan om alles voor te bereiden voor de vlucht, checken er 2 bijzondere passagiers in. Het zijn Nico en José, de ouders van Tim, die hem nog nooit aan het werk hebben gezien. En zeker niet samen met Nanda. Reis gaat naar Barcelona. Naar Barcelona. Enig, ja echt. Ja. Dus we zijn ook zeer benieuwd hoe hij het gaat doen zo meteen aan boord. Want dat hebben we nog niet meegemaakt natuurlijk. Ja, hier zitten 2 trotse ouders. Ja, absoluut. En het zijn niet alleen de trotse ouders van Tim. Hun dochter Annegien zit ook in de luchtvaart. Tim en Annegien hebben het niet van een vreemde. Moeder José was stewardess en vader Nico werkte bij die andere luchtvaartmaatschappij. Op naar Barcelona. Ja. Het is de bekende paplepel die ze meegekregen hebben. Dus echt, want we sleepten ze vroeger, namen we ze overal mee naartoe natuurlijk. Dus ze zijn het gewend ook, van kinds af aan. Hun zoon Tim en zijn vriendin Nanda hebben elkaar leren kennen tijdens de opleiding tot cabinepersoneel. Ook tussen Nico en José bloeide de liefde op tijdens het werk. Er was personeelsvervoer geregeld. Jij kwam uit Amsterdam en ik uit Haarlem. En dan al die personeelsbussen kwamen allemaal samen op Schiphol-Oost. En zo liepen we zo elke ochtend zo gezellig met elkaar. En zo van het een komt het ander en we gingen eens gezellig samen weg. En nou ja, we gaan nog steeds gezellig samen weg. Als jullie naar achter gaan dan. Oké. Er wordt nu voor gebeld. Intussen zijn de voorbereidingen in het vliegtuig in volle gang. Heel relaxed gaat het trouwens niet, want ze zijn een beetje aan de late kant vandaag. Toch, dan kunnen we gewoon gaan beginnen met instappen. Is dat een idee? Ja? Dat. Oké, hoi. Ik ga passagiers bestellen. Hoi, met Tim op Charlie 14 van de Barcelona. We zijn klaar voor passagiers. Dankjewel. Nu de passagiers mogen boorden, kijkt Tim rijkhalsend uit naar de komst van zijn ouders. Surprise! Leuk, hè? Hoe is het? Ja, goed met jou? Mag ik de purser kussen? Mag ik een t-shirt? Dat is goed. Tim's ouders zijn apentrots op hun zoon. Als nieuwbakken purser verwelkomt hij iedereen aan boord. En dat moet natuurlijk even worden vastgelegd. Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Tim Boon en ik ben vandaag in purser op deze vlucht naar Barcelona. U van harte welkom aan boord van deze Boeing 737-800. Je ouders aan boord, je vriendin naast je. Het is wel even wennen voor Tim. Ja, dit is heel raar. Ik zit nooit naast jou. Is het zo wennen? Ja,
Ja. Maar wel gesprekken die je normaal gesproken met collega's hebt en nu zit je ineens naast elkaar. Ja. Ja, je kent elkaar al door en door. Dus dat... Ik zal het net over. Dat gaan we eten vanavond. Dat we vanavond. Zou ik met de kindjes gaan. Ja. Dat hebben we wel echt heel leuk. Maar meer chitchat zit er helaas niet in, want gelijk na de take-off moeten ze aan de bak met de service. Goedemorgen. Sommige passagiers nemen vreemde spullen mee op reis. Nu is Zenia wel iets gewend, maar vandaag wordt ook zij verrast. Dit is een van de grootste tassen die ik tot nu toe hier gezien heb. Dat is de goedkoopste manier om je vrouw mee te nemen. Pas dat dan? Alsjeblieft. Wat heeft er allemaal in zitten? Het is vlieguitrusting. Vlieguitrusting. En in hoeverre is het vliegen? Nou, dat is 1 uur 3 kunnen. Nee, maar meer van, ja, omdat je vlieguitrusting heeft. Paraglijden. Dat betekent dat je met een scherm van een berg af vliegt. Dat je dan allemaal probeert hoogte te winnen om zo lang ook in de lucht te blijven. En uiteindelijk veilig op de grond weer landt. Je hoofd is leeg. Je bent alleen maar met vliegen bezig. Ja. Met niks anders. Dat is eigenlijk... Ik ben alleen met vliegen bezig en met veiligheid. En zorgen dat alles, al je materiaal op orde is. Dus je hebt ook bijvoorbeeld geen tijd om aan je werk te denken. Want je bent alleen maar daarmee bezig. En er zit een Duracit bij, je kan mee. Ik durf dat soort dingen niet. Ik werk wel in de luchtvaart, maar ik ga me er niet aan wagen, zo wil ik zeggen. Nee, toch niet? Maar past alle bagage die ze hiervoor moeten meenemen wel op de bagageband? Als ik die tas even mag zien alsjeblieft, want ik ben bang dat hij niet hier overheen kan. Jawel. Zou hem even op de band willen plaatsen, ga ik hem wel even wegen. Dan ga ik even schatten hoe en wat. Hij heeft hem iets groter. Want ik denk dat ik hier anders ongelukjes mee ga krijgen. Hier zo rechtdoor, linksom het hoekje bij de groene wand, is het luik. Even labeltjes scannen, gaat hij open, kunt u hem erin leggen. Goed, fijne reis. Succes. Zenia heeft besloten dat dit afwijkende bagage is en dus ergens anders afgeleverd moet worden. Later op de dag checken de eerste passagiers in voor een Marokkaanse Al-Hoceima-vlucht, waar overbagage veel voorkomt. Die mensen gaan vaak op familiebezoek, waardoor zij natuurlijk veel dingen meenemen, zoals kaas, pindakaas. Dat weegt natuurlijk een hoop kilo's. Dus dat is altijd wel een sport om te kijken of dat het allemaal in die ene koffer heeft gekund, ja of nee. Vaak hebben ze wel overbagage, maar dat is dan een kwestie van overpakken of onpakken of betalen. De eerstvolgende naar Al-Hoceima, komt u maar. Het is net even iets anders dan andere vluchten. Desiree werkt deze shift samen met de 21-jarige Gilan. En die heeft al meteen zo'n gevalletje over bagage aan de hand. Dit stuk is te zwaar. Het mag maar maximaal 32 kilo wegen. En deze weegt 34. Dat is te zwaar. Er moet echt wat uit. Nee, je mag niet extra betalen. Dit is te veel gewicht voor mijn collega's. Mag niet. Ik laat wat uithalen. Ja, prima. Nou ja, na 32 kilo, dat is wereldwijd, dat is gewoon een limiet. Want het wordt gewoon te zwaar voor onze collega's dan ook. Dat zijn de collega's hier van de bagage. Dus die moeten dat natuurlijk allemaal in het vliegtuig leggen. Ze moeten op de band tillen. En als jij in je eentje 32 kilo ineens oppakt, ja, dan kun je zo door je rug gaan bij wijze van spreken. Ja, dat willen we natuurlijk niet hebben. Dus vandaar dat we een limiet hebben tot 32 kilo. En deze koffer was 34. Mijn moeder gaat op bezoek bij mijn oma, dat is bij haar moeder. En dan neemt ze altijd dingen voor haar mee. Pindakaas, chocolade, pasta, kaas. Zulke dingen zijn heel moeilijk te krijgen in Marokko. En als ze te krijgen is, is het 3 keer de prijs van wat het in Nederland kost. Dan wordt de koffer een beetje zwaar. Het is dan ook niet zo gek dat de koffers wat zwaar zijn. Bij een vakantie naar Marokko bezoek je meestal de hele familie. En dan blijft ze voornamelijk bij haar oma, maar gaat ze ook op bezoek bij mijn tantes, haar zussen en haar broers. Familie is heel belangrijk in de Marokkaanse cultuur. Ja, is helemaal perfect. Na het ompakken is de koffer op het juiste gewicht en kan de familie moeder uitgeleide doen. Hij zit helemaal goed dicht? Ja, weet het zeker? Oké, top. Geef deze even voor u, einde van de hal, mag u naar links. Ga op tijd door de paspoortcontrole zo meteen, want het gaat heel druk worden. Yes, goede reis. Nou ja, die 34 kilo komt wel in het record van hier, qua overbagage. Ik had iemand met 34 kilo. Heftig. Captain Raymond heeft vandaag een training op het programma staan. Alle piloten moeten het hele jaar op topniveau kunnen presteren en daarom moeten ze 4 keer per jaar oefenen in een simulator. Er is een cockpit is daar nagebouwd met schermen eromheen die de buitenwereld laten zien. En het ding staat helemaal op elektrische poten, dus alles kan hierin gesimuleerd worden. Dus het hele vliegtuig reageert zoals het in het echt ook zou reageren.
Raymond en zijn collega vlieger Matthijs gaan vandaag zelf aan de slag in de simulator. Eerst wordt er een simulatie ingeprogrammeerd. Ik ga de hoogte instellen op 7000. Dan hoeven we niet de hele lading te zien. 7000. Het heeft een hele hoge range, maar het komt heel dicht in de buurt van het echte vliegen. En alle systemen reageren zoals het in het echt allemaal gebeurt. En, dus het heeft een enorme trainingswaarde. Je kan hier van alles simuleren zonder dat je dat daadwerkelijk in de praktijk moet doen. Raymond en Matthijs simuleren een vlucht naar Innsbruck in Oostenrijk. Een complex vliegveld waar niet iedereen op mag vliegen. Van de 600 piloten zijn er maar 97 captains en 71 co-piloten speciaal getraind voor deze landing. Onder wie Raymond en Matthijs. Innsbruck heeft absoluut meer uitdaging dan de rest van het routenetwerk. Omdat de omstandigheden toch wel zo uniek zijn. Je vliegt naar de bergen in, het weer is vaak wat lastig. Je hebt vaak te maken met sneeuw, met wat lagere zichtbaarden. Dus, als de wind een beetje verkeerd door de waait, kan het zitten bepaalde gebieden, zitten sterk in blitz. Ja, je moet hier altijd wel net iets meer op een puntje van je stoel zitten dan bij andere naderingen. Rotate. Als alle gegevens zijn ingevoerd, is de simulator klaar voor take-off. En dan opeens. Motorstoring door brand. Als je een motorstoring net naar de start krijgt in westelijke richting, dan vlieg je een vallei in en die vallei die houdt op een gegeven moment op. En je kan daar niet op tijd uitklimmen op één motor om veilig over die berg heen te komen. De brand is uit. De memory items complete. We gaan verder met de engine out procedure. Wat je dan moet doen is dat je begint in een vrij smal deel van de vallei. Op een gegeven moment, net voor het einde van de vallei, zit er eventjes een heel breed stuk ertussen. Nou, daar moet je dan omkeren met een vrij krappe bocht en dan ga je daarna weer oostwaarts vliegen om vervolgens verder te kunnen klimmen om boven die berg uit te komen. Nou, hier zetten we dan de bocht in en dan gaan we mooi binnen de randen van de vallei blijven. We hebben nu de goede koers. We gaan nu rechtdoor tot 19 mijl van het pad. Nadat ze het probleem met de motor hebben opgelost en nog een aantal andere situaties hebben geoefend, zetten ze uiteindelijk de daling in naar Innsbruck. 15, 14, 13, 15, 10. Alle vluchten zijn leuk, ik ga er wel met plezier aan werk. Maar Innsbruck dat heeft toch wel dat beetje extra. Ten eerste dat ontzettend mooie uitzicht. Ten tweede dat je daar zo met je vak bezig bent en je kan echt alles erin kwijt. Dus ik word er altijd blij van wel als ik op mijn rood staat. Nou, dan staan we aan de grond op Innsbruck. En morgen mogen ze weer. De volgende dag staat er een vlucht naar Innsbruck op het rooster voor Raymond en Matthijs. De weervertellingen van morgen zijn oké. Het is op Schiphol is het goed weer. Daar is het ook niet zo erg over. Maar voor Innsbruck is de voorspelling dat het wel mooi is. Goedemorgen. Tot morgen. In Amsterdam behoren de 24-jarige Kjell en de 21-jarige Marijn tot een nieuwe lichting cabinepersoneel. In 3 weken worden ze opgeleid, waarna ze direct kunnen meedraaien tijdens de drukke zomerperiode. Als mensen tegen mij zeggen, oh stewardess, dan gaan ze gelijk dat dansje van nooduitgangen die kant. De Friese Marijn weet het zeker, ze wil stewardess worden. Omdat ik altijd in de luchtvaart heb willen werken en ik vind het gewoon een heel mooi vak. En sommigen vinden auto's heel leuk, ik vind vliegtuigen gewoon echt heel mooi. Ook Kjell ziet een luchtvaartcarrière helemaal voor zich. Ik vond vliegtuigen altijd al super vet. En daarnaast, ja, ik heb ook een sociale opleiding gedaan en ik hou ervan om mensen te helpen, te ondersteunen. En die combi eigenlijk komt heel mooi terug in het werk van steward. Tussen alle twintigers valt de 53-jarige Sophia op. Ze zingt al een tijdje op een carrière-switch. Ik werkte afgelopen jaar als service agent op Schiphol bij KLM, dus als grondstewardess. En ja, ik zag elke keer als we vluchten gingen instappen, die crews voorbij lopen. En ja, het vliegen het maakt het nog een beetje extra, want je gaat dan ook nog eens even weg naar de andere plek. Vandaag brengen ze de theorie in de praktijk, want ze gaan aan de slag met de demonstratie van de veiligheidsinstructies. Voor iedere take-off moeten zij straks aan de passagiers laten zien hoe alles werkt. Nou, ik sta klaar met het eerste onderdeel in mijn hand, namelijk de storing. En hoef je alleen maar deze eigenlijk te openen en vervolgens valt hij eruit. Oké, okay, als er geen vragen meer zijn, ik heb het nu voorgedaan, dan is het nu de beurt aan jullie. Het is minder simpel dan het lijkt, tenminste voor Kjell en Sophia. Ja.
Oké, okay, hoe je hem erin steekt, vast. Hou je hem vast en dan trek je hem zo aan. Dan kan ik hem hier makkelijk aantrekken. Oké, en dan zo en dan hups. Clipje open. Ja, maar je houdt hem dan ook zo als je hem open doet. Ja, dat valt hier. Ja, dat valt weer mooi uit. Hartstikke logisch. Je zit gewoon even een kleine handigheidje in met vastdoen en dan vastpakken. Kijk, dat je hem hier, als je hem zo doet, kijk, hou ik hem hier zo vast. Dan kan ik dit zo, dan heb je hem hier mooi vast. Nou. En als je dat even wordt verteld, dan is dat easy. Het tweede onderdeel, de zuurstofmaskers. Ook dat lijkt zo eenvoudig, maar er komt wel iets meer bij kijken. Ja, die zuurstofmaskers, daar zitten natuurlijk allerlei slangetjes en touwtjes in. En dat moet je eigenlijk heel snel in de vloeibeweging oprollen om vervolgens hem weer heel mooi naar voren te laten komen. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat de demonstratie een beetje synchroon loopt. Tevoorschijn. Hij is er toch al? Nee. Oké. Hij is er nu pas. Echt gelijk op het moment dat zij begint te praten, ga je rechts, links, rechts. En dan kom je precies uit op het moment dat zij zegt, komen er zuurstofmaskers tevoorschijn en dan kan je hem uit je hand laten vallen. Doe hem nog een keer. Rechts, links, rechts. Plaats uw eigen masker eerst en adem normaal. Dit is een beetje lastig, hè? Zo. Mensen willen dansen. Kom er uit het paneel boven u zuurstofmaskers tevoorschijn. Rechts. Adem normaal. Links. Plaats uw eigen masker eerst. Oké, okay, take 25? Nee. 26. 26. Kom er uit het paneel boven u zuurstofmaskers tevoorschijn. De nooduitgangen bevinden zich voor in de cabine, boven de vleugels en achter in de cabine. Ja. Leuk om te doen? Ja, leuk om te doen. Ja. Het is niet moeilijk, alleen het is heel veel. Heel veel stof in één keer in een korte tijd die je moet leren. Dank voor uw aandacht en een goede vlucht. Oefening baart kunst. Zo voor een eerste vlucht hebben ze alles onder de knie. Goed gedaan. Het is vroeg in de ochtend en captain Raymond en zijn co-piloot Matthijs maken zich vanaf Schiphol op voor de vlucht naar Innsbruck. Ik vind het altijd wel heel leuk om naar Innsbruck te vliegen. Het is wel het mooiste veld- en onderzoeknetwerk wat mij betreft. Spanning zou ik niet willen noemen, het is wel heel erg leuk. Dus ja, dat zou je zonder spanning kunnen zeggen, maar ik heb er wel zin in. Nu kunnen ze hun ervaringen van de vorige dag in de simulator in de praktijk brengen. Want Innsbruck staat bekend als een lastig vliegveld om te landen. Innsbruck is bijzonder omdat het een veld is waar toch wel wat haken en ogen aan zitten. Er zijn een aantal bijzondere dingen. Het meest bijzondere is natuurlijk alle bergen die eromheen staan, maar er zijn echt heel veel procedures die anders zijn. Dat maakt juist ook de Innsbruck-operatie zo interessant. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Omstandigheden vandaag zijn eigenlijk wel oké. Okay. Het is hier op Schiphol helder weer, het is droog en ook op Innsbruck. Er zou mogelijk wat lichte regen vallen, maar de bewolking is het allemaal hoog genoeg. Het zicht is allemaal goed genoeg. Dus er is niets wat ons tegen kan houden om naar binnen te komen. Het is misschien voor de mensen die erheen gaan geen topweer, maar voor ons is er eigenlijk niets aan de hand verder. Terwijl de passagiers aan het boarden zijn, checken Raymond en Matthijs alle apparatuur. In principe doen we eerst alle systemen aanzetten. En dan lopen we de checklist lopen nog een keertje langs of in ieder geval de belangrijke systemen ook allemaal aangezet zijn. Nou, de laatste mensen komen nu aan boord en de deur moet dicht worden. Ik kan alles kloppen, dus ik mag alles verder helemaal klaarmaken. Zo. Na de take-off gaat het cabinepersoneel gelijk aan de slag met de catering. En het grappige van ons werk is dat wij kunnen met mensen vliegen die wij nog nooit gezien hebben. Maar al alles staat dusdanig goed beschreven hoe wij die hele operatie uitvoeren en hoe we alles bedienen. Dat ook met mensen die je nog nooit gezien hebt, kan je eigenlijk op een hele mooie, soepele manier meteen die operatie starten en volgen. Dat persoonlijk contact dat komt allemaal gedurende de vlucht wel. Als Matthijs weer op de rechterstoel van de co-piloot zit, bereiden hij en Raymond de landing op Innsbruck voor. Toen we onder de wolken waren, hadden we een hartstikke mooi zicht. We konden het vliegveld van heel ver al zien liggen. En hebben we een hele mooie, dat noemen wij een circling approach, gevlogen om het vliegveld heen. Dat we mooi tegen de wind in geland zijn.
De omdraaitijd op het vliegveld is 45 minuten. In die tijd stappen onder andere de passagiers uit en weer in, gaan de koffers van en aan boord en heeft Raymond de tijd voor een veiligheidsinspectie. Voorbereiding voor de terugvlucht, als we op het buitenstation staan, is een van ons die gaat dan altijd naar buiten toe. Meestal gaan we eerst naar de tankboord toe om daar door te geven hoeveel brandstof we willen hebben. En lopen we altijd even een heel rondje om het vliegtuig heen, we noemen dat de walkaround. En dan kijken we eventjes, eigenlijk een korte inspectie. En dan kijken we dat we geen vals geraakt hebben, dat er niet een bagagekar het duik heeft gereden. Dat er geen olielekkages zijn, dat soort zaken allemaal. Dus eigenlijk gewoon even kort kijken of het vliegtuig weer oké is voor de terugvlucht. Voor vertrek slaan de collega's nog snel even de lokale specialiteit in. Het is wel een traditie om appelstroedel mee te nemen. Thuis, toen ik vertelde aan de kleine zoon van 6 van mam, ga naar Innsbruck. Het eerste wat hij vroeg, neem je appeltaart mee, dus appelstroedel. Navigation, pens with dispatch switches, normal auto, window heat on. De crew en de passagiers zijn weer klaar voor vertrek naar Amsterdam. Het is nog steeds hier de prima weer, de bewolking hangt meer dan hoog genoeg, dus we kunnen prima wegkomen hier. En na een moeiteloos verlopen vlucht is na 1,5 uur de touchdown op Nederlandse bodem voor Raymond en zijn collega's een feit. Het was een hele spoedige dag vandaag. Alles ging op tijd. We zijn op tijd vertrokken, we zijn op tijd aangekomen. Het weer was overal oké. Okay. Eigenlijk was het een niets aan de hand dag vandaag. En dat is ook wel hoe we ze het liefst zien natuurlijk. Iedereen op tijd op zijn bestemming en eigenlijk de dagen zoals het hoort. Tim vliegt voor het eerst samen met zijn vriendin en collega Nanda sinds hij officieel purser is. Dan kunnen we gewoon gaan beginnen met instappen. Is dat een idee? En alsof dat nog niet heel bijzonder genoeg is, vliegen vandaag ook zijn ouders mee naar Barcelona. Hebben jullie iets inschenken? Ja, dan moet je. Lekker broodje, Tim, heb je dat? Bacon ei. Bacon met ei. Heb je die, ja? Kopje koffie? Ik met mijn portemonnee ligt bovenin, hoor. Ik zet het op je rekening. Tim's ouders zijn apentrots. Maar ik vind het ook echt heel leuk om ze met z'n tweeën zo aan het werk te zetten. En je kan zien, ze hebben er plezier in. Dat is ook leuk. Ze hebben er echt plezier in. Wij ook. Maar, ja, natuurlijk dit. Dit is enig. We elkaar hebben ontmoet in de INI. Dat is de training die voorafgaat. Dat je gaat vliegen, krijg je die. Dus een paar weken zit je op in de schoolbanken. En daar hebben wij daar zaten we ontmoet. Samen. Ik heb geen woord gewisseld. Ik heb je één keer compliment gegeven. Mooie jas. Dat was het. Maar meer niet. Nee, maar dat was om 6 uur 's ochtends, dus ik reageerde waarschijnlijk niet heel lief. En na de INI zijn we met z'n allen uit eten gegaan. En jij hebt een paar keer thuis gebracht met je nieuwe auto, ja. Waar je heel trots op was. Dus zo is het. Zo begonnen. Ook met zijn ouders haalt Tim herinneringen op. Ja. Zeg het, het Disneyland. Ja, lekker kort vluchtje hier. Ja, een half uurtje nog. Nu wel, nu zit er niemand op Schoten Uilenbeien. Nee, heerlijk. Ik zag net een jongetje daar, daar ging die vader ook achteraan. Ik dacht, ja. Zo was het wel. We zijn als met Tim, toen was hij nog heel klein, naar Barcelona gevlogen. Hij mocht nog niet op een eigen stoel, hij moest bij mij op schoot zitten. En ik denk, ach, vluchtje Barcelona, dat is wel om te doen. Maar Tim dacht daar heel anders over. Het leek wel of we naar de andere kant van de wereld vlogen. Maar hij wilde niet stilzitten. Hij zat onder de stoel, boven de stoel, op de stoel. De passagiers eromheen, die hadden zoiets van, ga graag, ga ergens anders zitten. Maar ja, wat gebeurt hier allemaal? Op deze stoel. En het duurde heel lang voordat we in Barcelona waren, voor mijn gevoel. Maar deze gaat razendsnel. De eerste vlucht van Tim als purser en Nanda als stewardess zit er alweer bijna op. Maar wie was vandaag nou echt de baas aan boord? Ik. Ja, ik nog 10 minuten en daarna is het... Ja, mag ik weer. Zij mag bepalen wat we eten. Yes! Ze naderen het vliegveld van Barcelona, waar Tim en Nanda afscheid zullen nemen van Nico en José. Die gaan lekker de toerist uithangen en sightseeën, terwijl hun zoon en schoondochter weer huiswaarts keren. Gelukkig had Tim deze keer minder moeite met de vlucht dan toen hij nog een kleine jongen was. Ja, ik heb het gehaald zonder te huilen, ja. Ik denk dat ik dat nog heel lang te horen krijg van mijn moeder. Hoi, hoi. Einde kus van de juf. Na een intense training van 3 weken is er reden tot een feestje, want alle cursisten zijn geslaagd en mogen zich nu officieel steward of stewardess noemen. Dit is een heel mooi moment dat wij onze wing in ontvangst hebben genomen. En ik denk dat niemand zo blij is als ons vandaag. Ja.
Heb je geen zin in? Is er een man die dit kan doen? Oh. En dat betekent dat ze voor het eerst solo gaan. Alle drie apart, dat wel. Het is de eerste vlucht. Hè. Vandaag ben ik los inderdaad. En het is inderdaad spannend omdat je geen invliegmama meer hebt. En het gaat voor het echie. Sophia gaat naar Tenerife. En Marijn gaat ook naar een Canarisch eiland. We gaan naar La Palma en de vliegtuur is 4 uur en 35 minuten. En we wachten nu op de passenger information list en dan gaan we aan boord. Kjell gaat ook richting de Spaanse zon, maar dan naar het vasteland, Malaga. Hij zet gelijk zijn beste bandje voor. Wil jij een glaasje water voor mij? Oh, lekker. Ja? Dat zou kunnen. Ja, top. Ik weet nu zelf ook hoe belangrijk het is om aan boord water te drinken. De luchtvochtigheid in een vliegtuig is maar 7%. Dat houdt in dat je eigenlijk 2 keer zoveel water moet drinken dan normaal. Jullie hadden nog geen water, hè? Nee. Nou, doei! En dan is het tijd voor het meest spannende deel van de vlucht. De demonstratie van de veiligheidsinstructies. Tijdens de opleiding hadden ze daar nogal moeite mee. Hoe zal het nu gaan met 180 ogen op hen gericht? Ja, het ging op zich wel goed. Hij deed hem niet heel snel. Er waren nog een paar aandachtpuntjes waarvan ik dacht van nou, dat had ik beter willen doen. Zeg maar de mooiheidsdingetjes. Ik kan hem niet eens meer opvouwen. Het geduld van Marijn wordt flink op de proef gesteld door een besluiteloze passagier. Wou je pinnen of contant? Oh, maar pinnen. Pinnen? Misschien toch maar contant dan. Contant? Helemaal goed. Kan ik misschien nog het eten wisselen? Jawel. Even kijken, wat had hij voor eten? De gehaktbal, hè? De sandwich. Doe maar een broodje kaas. Goed, gaan we die even omwisselen. Misschien toch maar een biertje. Er nog bij? Nee, in plaats van deze. Oh, wel contant. Gaan we binnen? Ja, toch weer binnen? Ja, ik denk wel dat ik een geduldig persoon ben. Niet met alle dingen, maar aan boord wel. Sophia is intussen geland op Tenerife. Terwijl de schoonmaakploeg aan boord gaat, kan zij juist van boord. Heel even maar. Nou, het voelt heerlijk om nu even op de Spaanse bodem te staan. En hoewel ik niet echt het eiland op kan, voelt het toch een klein beetje, ik ben hier wel. En ook Marijn heeft haar momentje op La Palma. Yay, op de Spaanse bodem! We zijn er! La Palma! Ja, weer een bestemming aangetikt. Op de luchthaven van Rotterdam zijn gate agents Zenia en Lars druk in de weer met het inchecken van passagiers voor de Portugese bestemming Faro. De vlucht is vol. Te vol. Nou ja, de situatie nu is voor de Faro dat hij met 1 persoon overboekt is. En nou zijn we even aan het kijken of we gezinnen iets bij elkaar kunnen zetten. Want de vlucht is helemaal volgeboekt. Tot de laatste stoel. De plekken die wij nog over hebben die eventueel naast elkaar zijn. Dus gewoon wie het eerst komt, die het eerst maalt. Omdat het gewoon meer is dan we verwacht hebben. Ze hopen op een aantal no-shows. Dat zijn passagiers die geboekt hebben, maar niet komen opdagen. Maar vandaag helaas niet. Wat betekent dat dit gezin niet mee kan. Maar wat gebeurt? Why? En why is asked? Ja, omdat u nu de laatste bent die incheckt voor de vlucht. En u heeft natuurlijk niet van tevoren stoelen gekocht of online ingecheckt. En u komt nu dan als laatste hier voor de vlucht. Dus heeft u nu de laatste stoelen die nu beschikbaar zijn voor... Are you going to the same flight? No, Faro. Faro? Well, but he is... he also doesn't have flight. Ja, maar die is al online ingecheckt. Of al stoelen gereserveerd. Please, we booked it in advance. Please, show it to everyone. If they don't let us now to fly, I am going to really go into the court. Oh ja, we gaan met z'n moeder gaan met z'n drieën. What do you mean? It's ridiculous. No. Lars bewaart zijn engelen geduld, terwijl de passagieren zich steeds meer opwindt. Ik wil weten wat er nou gaat gebeuren als ik niet ga vliegen. Dan krijg ik €250. Wat ga ik daarmee doen? Krijg ik een andere vlucht? En ik krijg een alternatieve vlucht. En wanneer is die alternatieve vlucht? Ja, dan moet ik zo even uitzoeken. Moet ik zo even bellen. Ja, maar dan moet ik eerst zeker weten dat u stand-by gaat. Nee. Dan gaan we niet op vakantie. Ja, maar we gaan to Transavia by his new vacation. Lars doet er alles aan om een oplossing te verzinnen en checkt het hogerop. Ja.
Ik heb even overlegd met mijn supervisor wat de beste optie is voor dit gezin, hoe we dit het beste konden oplossen. Nou, we kwamen er uiteindelijk op uit dat we iemand anders zijn stoel eruit hebben gehaald en uiteindelijk een stoel weer terug hebben gegeven aan dit gezin. Dat komt omdat ze ook een pakketreis hebben geboekt en we mogen mensen die een pakketreis hebben geboekt mogen niet laten staan. Het gezin van vier kan mee omdat een stoel van een andere passagier is vrijgekomen. Het zijn dan drie stoelen dan, dus de baby is dan sowieso op schoot. Het zijn geen drie stoelen naast elkaar, dus we moeten dan even aan boord kijken of we dan iets kunnen ruilen, maar je kunt dan wel gewoon mee dan. Ja? Oké. Okay. No. En gelukkig is de woede inmiddels ook een beetje gezakt. Zij kunnen uiteindelijk mee. Maar nu staat de passagier wiens stoel Lars aan dit gezin heeft gegeven, stand-by. We hebben bij ons even in het systeem gekeken en u was de laatste die u had geboekt. Dus we moeten even kijken. Dus ik hoop dat iemand niet op komt dagen. Dan kan ik alsnog de stoel van diegene aan u dan geven. En dat was gelukkig het geval. Uiteindelijk kon iedereen mee dankzij de no-show. Hij is goed al goed. Kjell is inmiddels geland op Malaga. En de gezagvoerder heeft hem gevraagd om een rondje om het vliegtuig mee te lopen voor de gebruikelijke check. Het landingsgestel kijken. Ja, het landingsgestel. We hebben wat hard geremd net. Kijken of de remmen niet te heet zijn geworden. Wat Kjell niet weet, is dat de check met het landingsgestel een unieke manier is om nieuwelingen welkom te heten bij de club. Ja, je komt dus die hitte. Waar mag het op? Hier zo, op de remschijven. Daar moet je zo een beetje wachten. Schijn wel even bij. Ja. Kijk of het damt. Ja, je hoort het wel roken. Rechts ook? Ja. Andere landingsgestel ook even. Ja. Wacht even. Ja, die zijn wel erg heet. Oké. Ja. Oké, nou wat ja, mooi, dankjewel voor de assistentie. Graag gedaan. Ja. Nou, daar hoef je eigenlijk helemaal niks mee te doen. Dat is een klein grapje dat de verwarming meestal op een eerste vlucht uithaalt. Oh, dat meen je niet. Remmen zijn ervoor bedoeld om echt de heetste temperaturen te kunnen weerstaan. Oh, leuk dit hoor. Een paar druppels spa zal het echt niet koelen. Nee, maar ik dacht om te kijken of ze heet waren. Maar... oh, wat erg. Nou, dat was een leuke. Zij wel stelletje grappen maken, zie je erover. Maar ik kon er wel mijn lachen op zich. Ik kreeg wel een beetje kop als een biet hoor. Heerlijk! Oh, wat erg. Goed verder. Ja, geweldig. Ja. Nu hoort hij erbij. Nou, gelukkig. Dank je wel. Dank je wel, ja. Ja, je zag hier iets stoom vanuit het raam. Ja, mooi. We kunnen er weer mee. Ja, we kunnen weer. Klaar voor de terugreis. Er komt een meisje met extreme vliegangst aan boord. Helaas heeft ze haar medicijnen vergeten. En Kjell neemt haar onder zijn hoede. Ik kan niet eens. Het is heel stom hoor, want ik vlieg gewoon mijn hele leven al. Wat kunnen wij nu voor jou doen? Ik heb dus de heenvlucht. Ik moet zeggen, omdat dat de eerste keer was dat ik van de medicatie vloog. Sinds dat ik vliegangst heb. Ja. Dat ik dan glijtoeren die me af mocht doen. Toen ben ik daar bij de camper gaan zitten. Dat ik gewoon dus helemaal in paniek ben. Ja. Ik durf gewoon niet. Dus dan wil je even bij ons komen zitten? Ja. Zij zit op rij 11 en ze vraagt of als de riemen af zijn of zij even bij ons mag komen zitten voor... Ja, dat ik het even met haar zit. Ja, ik vind het sowieso het schrijven ook al hier. Als de tekeningen vast losgaan, mag even naar voren komen. Kom je lekker bij ons zitten, dan gaan we even een beetje praten. Ja. Oké, we hebben een hele leuke mannen hiervoor zitten. Die het heel goed doen. Ja. Dus misschien als een kort praatje, helpt dat? Een beetje dat je wat rustiger wordt. Ik zie je helemaal trillen. Ja, ik ben echt heel bang. Kom maar. De piloten nemen uitgebreid tijd om Pleun op haar gemak te stellen. Helaas komt vliegangst behoorlijk vaak voor. Ik ben altijd bang dat er iets gaat gebeuren. Altijd. Ik denk altijd er gaat iets gebeuren. Daar zijn we echt uit de treuren op getraind. Ook nog 2 weken geleden op de simulator. Ja, Matthias binnenkort weer. Dus daar gaat niks gebeuren. Pleun is verplicht om tijdens het opstijgen in haar eigen stoel te zitten in verband met de veiligheid. En dat valt niet mee. Gelukkig is Kjell daar om als ze eenmaal in de lucht zijn... haar op haar gemak te stellen. Probeer rustig te ademen. Zal ik met je mee ademen? In. Uit. In. Uit.
glaasje water in. Goed zo, zo gaat hij goed. Dan krijg je lekker een glaasje water. Zijn jullie met de groep, ben je met de groep vriendinnen geweest? Nee, met mijn beste vriendin. Met je beste vriendin, oh leuk hoor. Hij is bezig om de aandacht op iets anders te focussen. Wat gaat, wat heb ik gedaan op de vakantie, dat soort vragen stellen. Dat is heel goed, want daardoor gaat de passagier toch het vliegen een beetje vergeten. Dus gewoon lekker op de koetsen kant praten. Dat is een stuk beter. Nu voel ik het weer alsof we anders vliegen dan anders. Ja, we gaan steeds een stukje rechter vliegen. Je ziet dat we nog een heel klein beetje schuin vliegen. Ja. Maar we gaan steeds wat rechter en dat voelt anders. Het is wel heel sneu om dat te zien. Dat omdat we de medicijnen vergeten dat het zo met haar gaat. Ja, maar dan moet je er gewoon even voor zo iemand zijn. Het kan zo naar zijn, die angst, denk ik. Ja. Omdat Kjell ook door moet met zijn werkzaamheden aan boord, mag de vriendin van Pleun bij haar komen zitten om haar in de gaten te houden. En de purser houdt ook een oogje in het zeil. Wil jij misschien een koekje anders? Nee. Nee? Zo, daar zijn we weer. Hey, hoe is hij met je? Ik heb zo'n oostendaagse. Oké, okay, je hebt die mooie kopje ervan op. Helpt het een beetje? Ja, ik hoor er niet zoveel mee. Nee? Nee, dus okay. Dat is misschien wel fijn. Ja, al die rare geluidjes komen nog wat anders binnen, hè? Ja. Als de landing wordt ingezet, moeten Pleun en haar vriendin toch weer terug naar hun eigen stoelen. Gelukkig is het nog maar een klein stukje. Begeleiden van zo iemand, dat is eigenlijk gewoon onderdeel van mijn werk. Ja, ik was wel heel blij dat het uiteindelijk allemaal goed is verlopen. En dat ze toch met een glimlach het vliegtuig eigenlijk weer uitging. Hé, hey, je hebt het gehaald, hè? Bedankt. Heel erg bedankt. Heel erg dankbaar voor jullie. Wel thuis. Ja. Dankjewel. Doei. Doei. Dolgelukkig dat de vlucht goed is verlopen, keert Pleun huiswaarts. Net als Kjell, die moe, maar voldaan is. Het is nu natuurlijk al 3:15 s'nachts. Even wat later dan mijn normale ritme. Maar het was heel gezellig met de crew. De dingen die ik heb geleerd gingen goed. Ik heb een paar goede tips meegekregen. En ook toch wel van de collega's een aantal complimenten, wat me ook wel vertrouwen geeft om hier verder mee te gaan. Kjell wacht een mooie toekomst in hogere sferen. Maar nu eerst lekker slapen. I have always been afraid of changes, but you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to chase and payment on my own, 'cause you're here to stay every night. I just like a